Vandaag gaan we naar onze villager vriend Bob om te vragen of hij nog beveiligingscamera's heeft. We worden namelijk de laatste tijd in onze survival geteisterd door allemaal rare berichten. Ga weg, je bent niet welkom hier. En nog veel meer teksten zijn te vinden in ons dorp. Wat we niet weten is dat wanneer we de camera hebben, we een schokkende ontdekking gaan doen. Ik word er nog steeds helemaal naar van als ik kijk naar die rare berichten. Oh ja, oh, ik zat wel heel dichtbij. Ja, ik zat hier erheen lopen. Ik denk, oh nee. Oh, nee, ik zag hem niet. Ik zat te kijken naar die teksten. Naar verdwijn hier. En volgens mij zei hij ook, ga weg. En ja, wat dat nou allemaal is, daar gaan we vandaag hopelijk achterkomen. Want één iemand heeft met een beetje geluk die camera's. En dat is onze grote vriend Bob daar aan de andere kant. Ik hoop dat hij ze heeft meegenomen. Oh ja, nou ja, hij heeft wel heel veel in zijn kasteel overgebracht de laatste tijd. Dus het zou zomaar kunnen dat dat daar ligt. Of misschien heeft hij een nieuwe gemaakt. Dat kunnen we natuurlijk ook altijd nog vragen. Misschien kan hij wel gewoon supersonische, ultieme beveiligingscamera's maken. Ja, want hij heeft natuurlijk al eerder machines voor ons gemaakt. En ik zeg het wel vaker voor mensen die voor de eerste keer kijken. Dan vraag je je vast af wat dit soort machines zijn die zo rondkijken. Hey, moet je kijken joh. Wat is er? Die borden. Ze zijn weer terug. Er is nog meer? What? Veel meer. Oké. Het is helemaal vol. Dat is een beetje creepy. Maar wacht, we zijn alleen maar heel even op de boot geweest. Ja, hij is hier toch ergens dan. Toch kijken of er niet iemand is, hoor. Ja, kijk heel eventjes rond. Want die persoon die moet hier gewoon aan het rondsluipen zijn. Is hij misschien ergens ondergronds of zo? Of onder het water? Dat je daar naar binnen komt? Nee. Zie je niks. Ik snap het niet. Ik snap het helemaal niet. Want het rare... Nee, trouwens, het is niet bij die turrets, hè? Of wel? Nee, die turrets die zouden hem dan toch ook moeten pakken? Ja, die zouden we moeten zien, denk ik. Want het lijkt me dat die dan gewoon hier loopt en dat dan de turret dat weet. Precies. Ah, oh, heel vreemd. Oké. Nou, laten we gewoon heel snel naar Bob gaan en in ieder geval zorgen dat we dan die camera's hebben. Dan kunnen we het meteen ophangen en dan kunnen we eindelijk zien wie hier nou rondloopt. Ja. Wie is er zo freaky? Ik zie hem echt niet. Nee, ja, ik zit te denken. Ik heb ook wel een beetje uit het schip zitten kijken, maar ook hier niemand gezien. Nee, dus hoe worden die bordjes dan opgehangen? Kijk nou hoeveel er ook zijn. Nee, overduidelijk door iets of iemand. Oké, nou ja. Dat is wel slecht in tekenen. Oh. Ja, sorry, maar die boompjes zien er niet uit. Als je dit op school, op de basisschool met je vak tekenen... Als je dit ik tekent... Ik teken mijn boompjes ook zo. Echt? Nee. Oh, daar komen we gaan Bob halen. Oh, daar Bob, is hij. Maar dat hij het heeft. Bob! Bob, er is een of andere rare man of vrouw die hier aan het rondlopen is. We hebben je hulp nodig. Ja, ze proberen ons weg te jagen. Een rare man of vrouw? Jee. Kom snel met Bib mee naar zijn toren. Ja, oh, okay. Laten we gaan. Is goed. Misschien heeft hij daar een... of is het een uitkijkpost of zo? Dat er van... Oh, hij is hier bezig inrichten. Oh, het ziet er leuk uit. Maar kom, we moeten snel naar de toren. Oh, ja. Daar was er heel duidelijk over. Oh, hier zijn we nog aan het bouwen. Die aardappeltjes. Is dat hierboven? Gekke bom. Oké, top. Is dit een strategische plek of een beveiliging iets of zo? Waarom zijn we hier? Hier kunnen we veilig aardappelen eten. Er zitten nog een paar in de chest. We moeten echt... kijken wie het is. We zijn het is echt serieus. Wel serieus. Het is geen grappie, Bob. En je aardappelen zijn rauw. Je gaat toch niet rauwe aardappelen eten? We kunnen dat niet eens eten, Bob. Gadverdamme. Bub had nu geen tijd om ze te bakken. Bib is druk bezig geweest met zijn kasteel. Ja, het ziet er echt super mooi uit. Absoluut. En ik zie dat je ook nog een beetje in aanbouw was met je slaapkamer. Maar we hadden eigenlijk een vraag. Heb jij toevallig nog die beveiligingscamera's die we een tijdje geleden natuurlijk op het andere eiland hadden? Bub denkt van wel, maar zou even moeten zoeken in zijn verhuisdozen. Maar Bob wilde net naar buiten gaan om bloemen te pakken voor zijn huis. Oh, jeetje. Nou, ik denk dat bloemen zou pakken niet doen. Sowieso niet heel veilig is, toch? Nee, dit is... het is echt niet veilig om nu naar buiten te gaan. Want er loopt iemand hier gewoon rond te sluipen. En ze willen niet dat we hier zijn. Dus is het anders een idee dat wij
voor jou dat regelen. Dat wij die bloemen halen en dan kan jij een beetje zoeken naar, ja, naar die camera's. Die zouden we echt heel goed kunnen gebruiken. Oké. Bub heeft al wel de bloemputten in zijn huis staan. Kunnen jullie mooie bloemen uitzoeken? Dan gaat Bub de camera's zoeken. Oké. Klinkt helemaal goed. Ja, toch? Wil je hier in deze bloempot ook iets? Ja, oké. Een mooie plek voor een bloem. Oké. We zien je straks. Wij gaan wat bloemen halen. Dat is... Wacht, ik zie hier in de slaapkamer ook nog een lege bloempot. Oké, dus twee... Hier, 3 bloempotten. Moet ook de aardappelen opruimen. Het mag wel een beetje opgeruimd. Is dit zijn balkon? Chic. Ja, dat is mooi. Hier kan hij eigenlijk ook wel een bloemetje gebruiken. Ja, hij heeft alleen geen bloempot staan. Hij is al druk bezig met zoeken. Kijk, dat is wel top aan Bob, hè. Je vraagt gewoon iets aan hem. Ja, Bob is super lief. Hij wil altijd helpen. Dat is echt... Dus... Drie. Ja. Okay. 3, hier staat 1. En daar op de grond inderdaad. Hier op de plant staat een bloempot. Dat is nou fashion. Is dat een nieuwe mode? Ik denk het. 4. En hier zit er al 1 in. Deze Dit is wel 5. Echt heel leuk gedaan zo. Ja, dat het echt zo aan het plafond hangt. Ja. Hij is een goede interieurdesigner. Oh, en hier heeft hij al een bloempot, maar daar heeft hij bamboe. Heeft hij dat meegenomen? Nou, dat is ook wel leuk. Ja, die hebben we nog niet gezien in deze biome. We hebben helemaal geen bamboe. Nee. Misschien heeft hij het meegenomen of zo. Ik denk het, ja. Maar hier staat in ieder geval nog 1. En dit staat trouwens ook te koken. Wat zit hierin? Oh, dus hoeveel zitten we nu? Of zit er niet in? 5. Dus 5. We halen even wat bloemetjes. Ja. En dan heeft Bob, als het goed is voor ons, die camera's. Dat zou wel een top mooi... zijn. Hou wel je zwaard bij de hand. Misschien dat we nu die persoon ook tegenkomen. Dat vind ik een hele goeie. Wat voor kleur bloemen wil Bob? We hebben hier sowieso leuke blauwe. Ja. Die is wel leuk. Cornflower. Willen we ook gewoon een... Is deze wit een beetje te standaard? Jawel, hè? Ja, we moeten wel, het moet wel het beste voor Bob, hè? Vind ik ook. Nou, anders kun jij misschien... Ja, precies. Kijk jij anders even in de rondte. En dan wil ik nog iets heel erg leuks laten zien aan de kijkers. Wat heel vaak werd aangevraagd. En ik zie dat het avond wordt. En daar heeft het een beetje mee te maken. Want het is een prachtige Jep pyjama. Moet je eens even kijken. Dit is heel vaak aangevraagd door jullie om voor ons in een webshop te doen. Je hebt Jep hier superleuk in het midden. En ook allemaal kleine Jebbies hier eromheen in de all-over print. En dat niet alleen, maar er zit ook nog een broek bij. Dus mocht jij die willen hebben, check dan nu woutershop.nl, want daar is hij vanaf nu te bestellen. Hier zie je ook nog even een plaatje dat je de details kan zien. En alles kan je natuurlijk vinden op de webshop. Maar het allerleukste is natuurlijk dat je nu ook nog een gratis Bob armbandje bij elke bestelling krijgt. Dat geldt niet alleen voor de pyjama, ook al krijg je hem wel bij de pyjama natuurlijk, maar voor elk product in de webshop. Dus check het, woutershop.nl. En dan ga ik even kijken of wij hier nog wat bloemetjes hebben. Ben je iets tegengekomen? Ik heb 2 rode gevonden, maar verder is het hier echt een zonnebloemparadijs. Dus er is eigenlijk helemaal niet zoveel, helaas. Dus ik denk toch dat we voor die saaie witte moeten gaan. Nou ja, saaie witte. Ja, nou ja, ze zijn... Ik had liever een leuke variatie gegeven aan bloemen. Ja, dat is waar. Kijk, ik heb deze. En ik deze. Maar hebben we hier nog een gele? Oh ja. Zo. Nou, anders doen we gewoon allemaal kleuren. We hebben blauw. We hebben wit. We hebben geel. Even denken. Ja, dat zijn wel de kleuren die we hier hebben. Ja, dit zijn echt... Ik heb verder niks kunnen vinden. Nou, dan doen we gewoon wat extra blauw. Aan de ene kant zou ik willen slapen, maar aan de andere kant zeg ik... Laten we nu gewoon eventjes die kant op gaan om in ieder geval die camera's te regelen. Want ik slaap wel minder lekker als die creep hier aan het rondlopen is. Denk je dat Bob zo snel is met de camera's? Nou, hij ging wel meteen zoeken, dus de kans is best wel aanwezig. Oké, misschien moeten we dan een kijkje nemen. Ja, dan ga ik gewoon... Kunnen we ze even de bloemen geven? Of we kunnen ze ook wel trouwens erin zetten. Dan kunnen we het een beetje verspreiden dat niet dezelfde kleur op dezelfde plek ligt. Oh ja, goeie. Even kijken. Op. We hebben bloemies. Zal ik ze gewoon erin zetten? Ja. Oké, doe ik hier een mooie blauwe. Perfect. Doe ik hier een mooie witte. Oh,
Het staat er raar bovenop de pot. Ja, ik vind het wel. Ik bedoel, ik denk dat iedereen dat gaat doen in 2022. Bob loopt gewoon vooruit op de fashion, zoals hij dat zegt. En hierachter? Ja, doe ik hier een gele. En hier nog waar een... Waar is Bob? Ja, die is nog ergens aan het zoeken, toch? Voor de camera's. Oh ja, hij is niet hierboven. Misschien kunnen we vanaf deze uitkijktoren kijken waar die is. Ik ben aan het kijken, maar... Bob! Bob! Bob. Ik doe elk raampje open. Bob! Joe! Nee. Ah, hij zal wel beneden zijn. Beneden. Ja, ik check beneden wel. Misschien hangt hij in de bar. Dat, ja. Oh, je had natuurlijk zo'n mooie bar gemaakt. Dat hij daar mooie bar. Had nog niets te drinken, hè, voor ons. Nee, maar misschien wel de beveiligingscamera's. Oh, daar is Bob. Oh, hij is daar aan het zoeken. Oh, dit is ook helemaal ingericht. Ja, wat zit hier dan in? Oh, ja, natuurlijk. Ja, dat hadden we kunnen weten. Bob, hallo, we hebben Bob. Voor jou de bloemen gevonden en allemaal ook alvast neergezet in je huis. Fantastisch! Burp heeft nog wat camera's gevonden. Alsjeblieft! Hey! Oeh, nice. Toppie, dankjewel. Dan gaan we die, denk ik, meteen eventjes ophangen. En dan zien we je volgende keer. Blijf veilig, hè? Blijf veilig, ja, Bob. Ja, let wel op iemand die misschien rare dingen ophangt. En laat het ons dan meteen weten. Succes! Doeg! Doeg! Doeg, Bob. Doeg. Oh ja, doeg, sorry. Doeg. Ik zei het helemaal verkeerd. Oké. Okay. Okay. Zijn er nog dingen bijgekomen? Oh, zombie. Oh, ik schrok. Ik dacht dat het die persoon was. Zo, misschien zijn het wel zombies die het ophangen. Er zitten hier ook echt heel veel creepers trouwens. Ah! Oh, inderdaad. Oké, die laat ik even aan me voorbij gaan. Waar gaan we ze ophangen? Ja, dat is een hele goede vraag. Waar gaan we die ophangen? Ik denk één op ons huis. Hoeveel heb je er gekregen eigenlijk? Ik heb er 4. Dus okay, misschien moeten we eerst de plekken even bedenken en kunnen we ze daarna ophangen. Dat we in ieder geval ze verspreid kunnen ophangen. Ik denk sowieso hier 1 bij ons huis. Dat is fijn. En ook hier trouwens, hier zijn er heel veel. Hè? Heel veel dingen gezet. Ja, er is hier iemand... Ja, precies. Moeten we ze weghalen? Weet ik niet. Laat zo 1. Ja, het is wel een beetje creepy. Nou, laten we ze voor nu hangen, want er is ook niets bijgekomen. Dus misschien is hij niet meer bezig. Maar ja, we doen in ieder geval hier eentje, denk ik. En dan... Ja, we kunnen er eentje hier bij de portal doen. Het is wel een mooi uitkijkpunt. Oh, ja. Je ziet daar waarschijnlijk alles, of niet? Wel veel, ja. Oké, dat is wel nice. Dus als hij dan over het pad hier zou lopen, dan zie je dat. Oké. Helemaal nou, zo hier aan de buitenkant doen. Ja, ik denk dat dat... Auw! Oh. Dat dat wel een goede is. Dus dat zijn er 2. We moeten natuurlijk 1 camera bij ons houden om de andere camera's te kunnen zien. Ja, dat klopt. Ik zit te kijken. De Hall of Fame. We moeten natuurlijk ook de Hall of Fame winnaar doen. Gooi de Hall of Fame. De Hall of Fame winnaar van vandaag is Nora. Nora, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, Nora. Ik ga even een bordje voor jou maken. Ik ga ondertussen wat potatoes bakken, Nora. En Nora, die zei... Hi, weer superleuke aflevering. Ik ben het afgelopen jaar bezig geweest met het inhalen van de afleveringen. Oh. Nu kan ik eindelijk meedoen met de Hall of Fame. Dus mag ik alsjeblieft de Hall of Fame. Mijn naam Jeetje. Is Nora. Nou, dankjewel, Nora. Nou ja, je hebt inderdaad wel wat terug te kijken. Want als je kijkt hoeveel survival afleveringen we hebben gemaakt. En dat is ook wel leuk voor de kijkers die nieuw zijn. Je kan gewoon een heel seizoen van Jungle Survival 1 kijken. Dat is ook een heel tof verhaal was dat. Ja, Jungle Survival 2 hebben we natuurlijk net gedaan. Magie Survival seizoen 1. Die kan je allemaal kijken. Dus kijk ze ook zeker terug. Wat zeg je? Die is ook heel leuk. De Kerst Survival is ook heel leuk. Die was ook heel tof. Dat is een van mijn favorieten. Dus die kan je gewoon opzoeken op YouTube. En dan kan je die kijken. Want dat zijn honderden afleveringen die soortgelijk als deze zijn. Die je nog kan terugkijken. Nora staat. Oh, toppie. Waar staat ze? Ja, de paarse. Ah, kijk eens eventjes. En ja, de derde camera. We kunnen die ook natuurlijk hier gewoon bij Bob hangen. Moeten we niet eerst die tweede hier bij de... Of ja... Wacht, heb je ze opgehangen al? Nee. Ik wil de eerste plek hebben. Want anders moet je ze telkens ophangen en weer weghalen. Oké. Ja, misschien moeten we inderdaad Bob ook eentje geven. Gewoon hier bovenop, toch? Ja. Ja, dit is op zich wel mooi. Ik weet alleen niet of dit een slap is. Volgens mij zijn het slaps. Ja, dat kan niet. Oh.
Nou, anders bedenken we nog wel een plek voor die derde. Want ik denk dat we hiermee sowieso wel bijna alles zien. En misschien hebben jullie suggesties. Laat ze even weten. En wie weet kom je ook op de Hall of Fame. Even denken. Als we nou hier, deze hier neerzetten. Ja. Zo. Zal ik hem dan meteen eventjes testen? Kijken of het werkt? Laten we het doen. Oh, ze ziet er al anders uit. Ja, hè? Een beetje geüpgrade. Cool. Oh, nice. Nou, ik ga hem even aanzetten. Kijken of die in ieder geval werkt. Ja. Ja. Kijk, daar zijn wij. En wie staat er tussen ons in?